Dielke, Suraj, wat fijn dat jullie er zijn. Welkom. Dankjewel. Misschien kunnen jullie jezelf even introduceren. Zullen we met jou beginnen, Dielke? Zeker, dankjewel. Mijn naam is Dielke Hoofd-Graafland. Ik ben advocaat in het zorgteam van Loyens & Loef sinds 2011. En dat betekent dat ik zorgaanbieders en investeerders in de zorg adviseer en ook veel procedeer voor zorgverzekeraars. En ik vind mijn werk heel erg leuk. Hè. Ik vind het uitdagend en het geeft me energie en voldoening ook. En ik gun elke ambitieuze rechtenstudent die advocaat wil worden, ook die mogelijkheid, ook die kans. Ongeacht zijn of haar achtergrond. Maar wat we ervaren is dat de commerciële advocatenkantoren die hier om ons heen gevestigd zijn, moeite hebben om dat diverse talent aan te trekken. En dat vereist actie. Er wordt heel veel gesproken over diversiteit. Ja. Maar wij willen graag met Bridges Network de daad bij het woord voegen. En vandaar dat we hier vandaag zitten. Nou, het klinkt echt heel erg fantastisch en ook inspirerend. Suraj, misschien wil jij ook iets over jezelf vertellen. Ja, natuurlijk. Suraj Rafsanjal. Ik ben ook advocaat, maar dan bij Stibbe. 10 jaar advocaat inmiddels. Ook met veel plezier, net als Dielke. En bij Stibbe ben ik ook bezig, los van mijn praktijk in het financiële toezichtsrecht, met pro bono en diversiteit en inclusie. Wat betreft pro bono vind ik het belangrijk dat advocaten hun juridische kennis kunnen inzetten voor maatschappelijk relevante kwesties. Zoals behartigen van mensenrechten of wat ik zelf vaak doe, tegengaan van wildlife crime. En met betrekking tot diversiteit, dat vind ik belangrijk. Ja. Het maakt een kantoor leuker en ook beter. En dat is al heel vaak aangetoond door onderzoeken. En binnen Stibbe geloven we ook dat als je veel diversiteit hebt, is inclusie ook belangrijk. Als mensen zich thuis kunnen voelen, dat is allemaal bevorderlijk voor de kantoorsfeer en ook voor de kwaliteit. En buiten Stibbe doe ik samen met Dielke en een aantal andere advocaten, dan wel oud-advocaten, hebben we het Bridges Network opgericht. Ja, dat wilde ik vragen. Hoe is dat idee ontstaan? Nou, eigenlijk de wetenschap dat rechten is een hele populaire studie. Ja. Maar ook onder studenten met een multiculturele achtergrond. En wat wij merkten is dat er heel veel interesse is onder studenten in de advocatuur. Andersom is er veel interesse vanuit advocatenkantoren in alle talent, ongeacht religie of seksuele geaardheid, achtergrond, moet allemaal niet uitmaken. Maar die twee weten elkaar moeilijk te vinden. En dat komt, wat we hebben ervaren in gesprekken met studenten en zelf ook, doordat de advocatenkantoren eigenlijk qua recruitment zich focussen op de traditionele verenigingen. Ja. De studentenverenigingen. Ja, disputen. Ja. En dat soort dingen. Ja. Terwijl deze groep studenten daar geen onderdeel van uitmaakt en een ander netwerk creëren tijdens hun studententijd. Maar hoe komt dat eigenlijk, Suraj? Ja, goede vraag. Daar hebben wij ook niet een direct antwoord op. Ik herkende dat ook bij mezelf en bij mijn medestudenten. Het is niet dat multiculturele studenten niet bij een vereniging zitten. En dat kan ook. Maar wat ik wel merkte en ook van studenten verneem, is dat veel studenten met een multiculturele achtergrond daar niet per se bij zitten. Nee. En wat Dielke zegt, een ander netwerk opdoen tijdens hun studie. En daardoor, ook als je actief bent binnen een studievereniging, faculteitsvereniging of studentenvereniging, kom je automatisch in contact met commerciële grote advocatenkantoren. Ja. Omdat die juist focussen op dergelijke partijen. Ja. En zo. Zeg een beetje een ingesleten pad. Ja. Ja. Vaste patronen. Ja. En wij merkten dus dat partijen elkaar beter kunnen weten te vinden. En wij proberen daardoor die brug te slaan. Vandaar ook de helft van onze naam, Bridges. Ja. En het network is bedoeld om de studenten een netwerk te bieden. Waar zij informatie kunnen halen, kunnen geïnspireerd worden door advocaten, fiscalisten, notarissen die hun voor zijn gegaan. Om zelf een keuze te maken van, hey, is die commerciële advocatuur iets voor mij? Ja. Als ze dat niet willen, prima. Als ze dat wel willen, ook prima. Wij zijn geen recruiters. Maar dan hebben ze in ieder geval meer informatie om zelf die keuze wel overwogen te maken.
Nou, ik zie een heel mooi plaatje. Ik vind het sowieso een prachtig logo. Het is ook die brug, hè? Dat lijntje. Dit is het team van Bridges Network. Ja. En even van links naar rechts. Nou, links dan is Faisal Barakhti. Hij was advocaat van Houthof. Werkt nu bij de AFM en promoveert aan de VU. Nou, daarnaast, die zit hier naast mij. Ja, die ook. En dan Joe Mathis, advocaat bij Stibbe ook. En dan natuurlijk ikzelf, ook bij Stibbe. En Roos Fernando, oud-advocaat van Allen & Overy. En werkt nu bij een bank. Ja. Nou, het is een heel divers plaatje. Dat de autochtonen zijn in de minderheid, als ik dat zo zie. Ja. En dat is eigenlijk wat jullie ook nastreven. Dat er meer diversiteit komt in de advocatuur, maar niet alleen in de advocatuur. Suraj, wat doet Bridges Network? Zeggen ze iets, vertellen ze iets concreets? Hoe pakken ze dat aan? Ja, een goede vraag. Wij doen eigenlijk een hoop. We zijn al een aantal jaar bezig, maar we zijn een half jaar opgericht. Hier is een van de overeenkomsten die we getekend hadden met Stibbe. Nou, primair zijn wij er natuurlijk voor de studenten. Ja. Wij organiseren events voor studenten. Tegenwoordig online, maar hopelijk binnenkort weer in persoon. Waar we dan op een interactieve wijze in gesprek gaan met die studenten. Mm-hmm. En dan hebben we bij ons advocaten of notarissen, fiscalisten. Ook vaak van multiculturele afkomst, maar dat hoeft niet. Dielke is er ook bij. Bijvoorbeeld om een verhaal te geven van hoe ben jij op die functie gekomen? Ja. Wat is jouw pad geweest? Ja. Om studenten een beeld te geven hoe je een bepaalde loopbaan in kan zetten. Ja. En het tweede deel van zo'n event is vaak een gesprek in groepjes tussen studenten met een van ons. Of iemand uit ons netwerk, een advocaat of fiscalist. Waarbij we stellingen bespreken op het gebied van diversiteit en inclusie. Mm-hmm. Om wat dieper in te gaan op de materie, zodat we ook van elkaar kunnen leren. Maar ook studenten onderling elkaar leren kennen. Als het kan, in persoon, sluiten we af met een hapje en een drankje. Ja. Waar je dus ook een gezelligheidscomponent hebt. Om ook aan je netwerk te werken. Ja. Andere activiteiten kan misschien Dielke toelichten. Ja, wat we ook doen is, we gaan samenwerkingen aan met advocatenkantoren. Dus daarvan zie je wat tekenmomenten die er zijn geweest. En met universiteiten en hogescholen, zodat we ons netwerk op die manier kunnen verbreden en dus die brug kunnen slaan, hè, ja. die kloof kunnen dichten. En meer concreet, wat die advocatenkantoren ook kunnen bijdragen, zijn advocaten die deel uit gaan maken van ons peer network. En dat zijn advocaten die dus bereid zijn om een bijdrage te leveren aan Bridges Network. En dat kan zijn in de vorm van het bijwonen van zo'n event, wat Suraj vertelde. Maar ook openstaan voor één-op-één contact met studenten als die geïnteresseerd zijn. Fantastisch initiatief. Dus dan, ja, dat is denk ik een beetje globaal een samenvatting van wat we doen. Misschien ook wel handig om te noemen dat studenten weten ons ook steeds meer individueel te bereiken. Ja. Zo hadden we laatst een student die wilde brainstormen over een vraag die hij had, zijn mannelijke student, of hij in het buitenland moest gaan studeren. En hij had een aantal opties van zijn universiteit. En dan wilde hij met een van ons bespreken van, hey, wat vinden jullie hiervan? Moet ik naar Amerika? Moet ik naar Australië? Etcetera. Een beetje een random vraag, toch? Een random vraag, maar er zat veel meer achter en dat merkte tijdens het gesprek. Dat was wel leuk hoe je dan eigenlijk zo'n tweedejaars bachelorstudent een beetje kan coachen. En dat was vond hij heel prettig, want hij heeft daarna ook nog contact gehouden. Dus zo merk je dat er ook individueel we wel iets kunnen betekenen. Ja. Nou ja, en zij zijn denk ik ook een goede ambassadeur, denk ik, voor Bridges Network. Ja, dat is ook het idee dat studenten ook elkaar leren kennen en elkaar weer hierover kunnen vertellen. Ja. En spread the word. Ja. Iedereen die iets bekender wordt met de commerciële advocatuur is mooi meegenomen. Want dat is uiteindelijk denk ik wel het doel van Bridges, dat we dus enerzijds willen we advocatenkantoren helpen om de grote uitdaging waar zij mee te dealen hebben om divers talent aan te trekken, om die uitdaging iets minder groot te maken. Ja. En andersom willen we studenten bekender maken met de commerciële advocatuur. Heel mooi, ja. Ja, want doordat je als advocatenkantoor vaste patronen bewandelt, dan heb je die padeltjes die gewoon eigenlijk rondlopen.
ja, die loop je dan mis. Ja. En jullie zorgen ervoor dat ze elkaar kunnen vinden. Je loopt talent mis. Ja, en dat is natuurlijk gewoon eeuwig zonde. Ja. Dus steeds meer bewustzijn, Dielke, bij advocatenkantoren. Wat betreft inclusiteit en diversiteit. Je zegt net, ze lopen tegen dingen aan. Hoe merk je dat? Waar maak je dat uit op? Nou, mijn HR-collega's die zeiden gewoon van... ja, wij vinden het heel lastig om studenten specifiek met een multiculturele achtergrond te bereiken. Mm-hmm. Dus een beetje wat ik eerder ook al zei... de traditionele manieren waarop advocatenkantoren proberen studenten te bereiken... Die worden nu natuurlijk aangevuld met social media en dergelijke. En dan gaat dat gaat alle grenzen voorbij. Maar in de basis, die traditionele manier van werven via de studie- en studentenverenigingen, waar toch minder mensen lid zijn met een multiculturele achtergrond, ja, dat maakt het voor hen lastig. Dat is de uitdaging waar ze... dat vinden ze moeilijk. En daar proberen ze een oplossing voor te vinden. Maar ja, daarvoor kunnen wij hopelijk... Dus die wil is er heel erg bij de commerciële advocatenkantoren. Ja, en ook bij de studenten, want we spreken allebei de partijen. Maar ze weten alleen niet hoe. Nee. Ja, sommigen wel natuurlijk. Het gaat nu wel, zeker bij de beginfase, als advocaat stagiair, gaat het, vind ik, wel beter dan 10 jaar geleden toen ik begon. Maar het kan natuurlijk veel beter. En zeker hoe verder je komt, hoe minder goed het gaat. Ja. Maar je ziet wel dat ons initiatief wordt verwelkomd bij vrijwel alle kantoren waarmee we spreken. Ja. Universiteiten, studentenverenigingen, studieverenigingen. Ja. We hebben inmiddels al 8 samenwerkingen gesloten. Goh, met, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nou, er is dus gewoon echt vraag naar. Ja. Hè? Ik bedoel, Met Loyens & Loeve, met Stibbe, met De Brouw, Blackstone, Westbroek. Met Scott & Scott, een wat kleiner kantoor. Met Van Bent & Mekeulen uit Utrecht. Linkletters, Houthof, Nauta Dutiel. En we zijn in gesprek met 10 andere kantoren. Ja. Nou ja, ik sla misschien een beetje op hol. Hè? Want het concept wat jullie bedacht hebben, hè, met Bridges Network, dat zou natuurlijk ook voor andere commerciële partijen iets kunnen betekenen. Toch? Ja, denk ik dan. Zeker. En er is ook heel veel interesse in het initiatief. We zijn ook al benaderd door het Openbaar Ministerie. We zijn benaderd door de rechtspraak. Maar we hebben er wel voor gekozen om het nog even klein te houden en bescheiden te beginnen. Omdat we gewoon onze doelen willen bereiken. Ja. Laten we eerst dit initiatief stevig in de markt zetten. Ja. En daarna kijken we wat de toekomst ons brengt. Ja. Maar sluiten we de uitbreiding van onze activiteiten denk ik zeker niet uit. En al helemaal niet naar andere... een verbreding in de juridische sector ligt denk ik als eerste stap voor de hand. Ja. Maar dat is toekomstmuziek. Ja. Prachtig. Nou ja, je had het bij het begin van het gesprek over ambitie en dat je geïnspireerd raakt door wat je doet. Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat het zo... Ik raak er ook helemaal door geïnspireerd. Ja, en richten jullie alleen op de Zuidas of ook... Nee, het is breder. Eigenlijk de commerciële advocatuur. Ja. Waarom? Omdat wij daar zelf in zitten. Dus wij kennen deze wereld. We weten hoe deze wereld werkt. En omdat wij ook in deze wereld zien dat het wel beter kan met de culturele diversiteit. Maar het is zeker niet beperkt op de Zuidas. Nee. Tuurlijk zijn veel grote kantoren gevestigd op de Zuidas. Ja, ja. Maar wat ik net zei, we hebben ook met een kantoor uit Utrecht een samenwerking gesloten. We zijn in gesprek met kantoren uit Den Haag, kantoren uit de binnenstad. Ja. Dus het is zeker niet beperkt tot de Zuidas. Nee. Wat is jullie ambitie voor het nieuwe jaar? Staan er binnenkort nog evenementen op stapel? Ja, ik kan me zo voorstellen dat het allemaal een beetje offline is. Ja, nou kijk, we zijn echt voor mijn gevoel pas opgericht. Dat is een half jaar geleden. De meest concrete doelen zijn nu inderdaad events organiseren. Ja. Het liefst fysiek natuurlijk, zodat je dat interactieve kan creëren waar Soeratje het over had. Maar we zijn ook bezig, eerst even onze website in de lucht krijgen. Oh, ja. Al die samenwerkingen met kantoren. Onze contacten met de universiteiten. Want we hebben nu al contact met de UvA, hebben we goede ervaringen. Oh, ja. Met de VU, de Erasmus Universiteit, de Radboud Universiteit. Maar ja, dat zijn er pas 4. Daar kan nog wel wat bij in onze optiek. Maar goed, je zegt net, je bent een half jaar geleden begonnen. Als ik zie wat een progressie jullie gemaakt hebben. Ja, chapeau. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja. Fijn dat dit initiatief hier is. Ik ben daar heel dankbaar voor.
Dat, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, diversiteit. Wil je verder nog iets delen met ons, Suraj? Moeilijke vraag. Nou ja, ik hoop dat wij kunnen bijdragen aan het dichter maken van die kloof. Ja. En zodat studenten over een tijdje wat minder snel zullen zeggen van ja, die grote kantoren, of die commerciële kantoren. Ja, niks voor mij, want die denken alleen maar aan die student die kozen witte studenten. Ja. En andersom, dat kantoren ook over een tijdje denken van hey, die multiculturele studenten die weten ons ook te vinden. Leuk. Ja, ja, ja. Dat wij daar een bijdrage aan leveren, daar hopen we op. Ja, nou, dat gaat vast gebeuren. Hoe kunnen bedrijven jullie vinden? Via jullie website waarschijnlijk? Die komt binnenkort. Ja? Dat wordt www.bridgesnetwork.nl. We hebben een LinkedIn-pagina. Okay. Persoonlijk natuurlijk via de e-mail of LinkedIn-bericht. Dus, ja. Dus studenten, aankomende juristen en advocaten, die kunnen via jullie de brug maken tussen de corporate Zuidas advocatenwereld. Ja, zeker. Ze mogen ons altijd bellen. Nou, fijn dat jullie dit verhaal met ons wilden delen. En we are going to spread the word. Ik vind het heel belangrijk. En ik ben heel dankbaar dat jullie dit initiatief opgepakt hebben. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank dat we hier mochten zijn. Graag gedaan.